Goed zo. En nu gaan we alles buigen. En dan... Op vele plaatsen in ons land wordt tegenwoordig al vroeg begonnen met zwemles aan kinderen. Omdat er elk jaar te veel kleuters verdrinken. In Arnhem is een particulier badje van 8 meter lang en 6 meter breed... waarin de kinderen hun eventueel nog aanwezige watervrees volledig kwijtraken. Het blijkt duidelijk dat kinderen van 2 tot 4 jaar spelenderwijs kunnen leren zwemmen. Het is de bedoeling dat ze voor hun 5e jaar een diploma hebben. Maar in Arnhem gaan ze nog veel verder door ook baby's al vertrouwd te maken met een grotere plas water dan in het badje thuis. Wij waren erbij toen 2 mensjes van elk 4 maanden voor het eerst te water werden gelaten. Het is de bedoeling dat ze zo eenmaal per week in het lekker warme water van 30 graden komen trappelen. Al is het niet zeker dat ze allebei graag terugkomen. Hoe dan ook, het is niet onmogelijk dat deze baby's eerder zullen kunnen zwemmen dan lopen. En dat is dan pure winst.